Nederland is bekend om zijn klompen, tulpen en molens. Hebben wij dan zulke bijzondere molens? Nou, om eerlijk te zeggen, nee. In veel meer landen dan in Nederland alleen worden molens gebruikt. En waar wij wel beroemd mee zijn geworden is dat wij onze molens gebruiken in onze strijd tegen het water. Poldermolens maalden het water uit de polder, zodat de mensen droge voeten hielden en voedsel konden verbouwen en het vee veilig in de weilanden kon grazen. De mensen die bij de poldermolen werkten, de poldermolenaars, moesten vaak 's nachts hun bed uit om de molen in gang te zetten en om het land droog te houden. Het is het symbool van onze overwinning op het water. In Nederland hebben we niet alleen poldermolens. Toen er nog geen elektriciteit was, konden we via molens gebruik maken van windenergie. Molens werkten dan als kleine fabriekjes. Zo maalden korenmolens tarwekorrels fijn tot meel en zorgden houtzaagmolens ervoor dat planken konden worden gezaagd van grote boomstammen. Zuid-Holland is de provincie met de meeste molens. Er zijn er nog zo'n 226. De allerbekendste zijn de 19 molens van Kinderdijk. Jaarlijks komen hier uit de hele wereld toeristen naar kijken. De poldermolens van Kinderdijk zijn gebouwd om het water uit de polders van de Alblasserwaard in de rivier de Lek te kunnen lozen. En er zijn daar zoveel molens, want er zijn, zoals men dat noemt, molengangen. In laaggelegen polders was één molen niet genoeg om het water omhoog te brengen. De samenwerkende molens in een molengang brengen het water in trapjes omhoog. Tegenwoordig is de taak van de molens overgenomen door een elektrisch gemaal, maar de molens van Kinderdijk werken nog wel allemaal. Ze staan reserve, voor het geval de moderne installaties uitvallen. Want waaien doet het nog steeds in Nederland.